hele goede morgen. Het is vandaag maandag. Ik ben even vroeg opgestaan. Ik ga even lekker douchen en mezelf even rustig gaan klaarmaken. Want ik heb straks even 2 afspraakjes. En ik wil er even op mijn gemak heen. Dus het wordt vandaag maximaal 23 graden. Een zonnezon in Rotterdam wordt verwacht. Dus helemaal top. Mijn week kan je weer lekker gewoon een broek aan doen. Heerlijk. Zo, ik heb me weer klaargemaakt. Ik ga vandaag weer even proberen om met los haar rond te lopen. Of het gaat lukken met 23 graden. Ik ga jullie even mijn outfit laten zien. Ik heb een bodysuit aan van de Zara. En een broek van Boohoo. En hij loopt van beneden zeg maar echt wijd. En ik vind hem echt heerlijk zitten. Echt een aanrader. Kijk. Doe je eruit van ver. Is het echt lekker. Oh mijn god, het is echt zo'n perfect weer. Ik heb het echt totaal niet warm met een broek. Ik ben erachter gekomen dat ik echt geen auto moet rijden zonder sensoren. Als ik achteruit parkeer en zo. Want mijn auto heeft het dus wel. Super handig. Maar ik zat 2 keer in deze auto. Dat ik rij en achteruit rij. En dat ik denk van, oei. Ik moest wel even iets beter kijken. Ik heb gewoon problemen met palen in een garage. Die palen staan ook helemaal nergens op. Voor wat staan ze daar überhaupt? Zo, aangekomen bij mijn afspraak. Ik ben weer in Amsterdam. Het is mijn 2e keer binnenweefselmassage. Ik heb er gewoon zin in. Ik ga wel eens checken. Sorry. Daarna heb ik nog een andere afspraak. En dat vind ik echt heel erg spannend. Maar dat vertel ik jullie later even over. Ik ga even doorlopen. Nou jongens, daar zijn we weer. Mijn 2e afspraak. Billen, bovenbenen doe ik en onderbenen doet ze ook voor mij omdat ik vocht vasthoud. Ik vind het eigenlijk wel fijn op dit moment nog en straks wordt het steeds pijnlijker. En ze zegt trouwens dat het na 4-5 keer iets minder pijn doet, dus dat scheelt echt. Dus ik ben klaar, ik heb het weer overleefd en ik voel me nu weer helemaal goed, maar ik ging wel echt weer door tijdens de behandeling. Maar de feeling nu is echt gewoon top, gewoon I love it. Thank you, bye bye. Guys, ik ben dus klaar met massage. We gaan even mijn make-up eraf halen, mijn lippen. Want ik ga echt heel subtiel mijn lippen doen. En vandaag zal het er waarschijnlijk niet zo mooi uitzien, hè? Nee. Maar morgen is het alweer best wel wat beter, toch? Even kijken, met het weer ook. Ja, niet schrikken dus, maar het gaat echt goed komen. Vertrouw jou. Tenzij jij zegt, nou, ik heb... Oh, sorry. Ja, maakt niet uit. Tenzij jij zegt, ik heb toch liever dat je begint met onderdelen, maar ook. Ja, ik wil gewoon minimaal, maar even, misschien niet altijd spiegel erbij. Dat mag. Want ze zeggen we gaan 0,5 ml erin doen, maar dat klinkt voor mij heel veel. Want ik ben echt bang dat ik gewoon echt van die lipfillerslip krijg. En dat wil ik absoluut niet. We hebben eigenlijk wat we gaan doen. Letterlijk alleen maar hier een beetje en hier een beetje. Hier, I don't know. Maar ja, je ziet het straks. We gaan het heel subtiel doen. Nou guys, ik ben klaar. Ik heb een icepack mee. Vooral met dit weer ga je heel erg opzwellen, zei ze. En heb je meer kans op blauwe plekken. Maar ik ben echt zo blij. Ze heeft 0,5 gebruikt. En je ziet het nu. Het is echt nu al niet overdreven. En in het begin is het juist heel erg overdreven. Dus het gaat heel natuurlijk worden. So happy. Guys, na die massage voel ik me al zo geweldig. Mijn benen voelen zoveel beter aan. En ik denk dat het ook echt iets doet met mijn vocht vasthouden. Mijn benen voelen echt zo verlichtend. Echt zo'n aanrader. Ik ben even bij het tanken gestopt om een koffietje te halen. En dat is eigenlijk letterlijk mijn ontbijt voor vandaag. Ik ben aan het vasten. Ik denk dat ik daarmee weer ga beginnen. En vandaag ga ik gewoon ook weer lekker gezond eten. Ik neem jullie natuurlijk hierin mee. Bijna een uur later. Ik ben bijna thuis. Het duurt ongeveer een uurtje naar Amsterdam van mijn huis. Maar zo zien mijn lippen er nu uit. En ik ben er echt happy mee. Ik heb geen lipliner op of wat dan ook. En morgen wordt het nog minder. Dus dan wordt het nog natuurlijker. En dit is dus waarom ik echt hou van mijn arts. Want als ik dus zo thuis kom, dan is hij misschien gewoon thuis. Dan ziet hij precies niks aan mijn gezicht. En dat vind ik gewoon echt heel erg chill. Anders wordt hij gewoon pissig op mij. Maar hij gaat het pas zien als hij deze vlog ziet. Dus zoals je dit ziet. Zo, ik mag op het moment even niks op mijn lippen doen. Maar ik heb laatst deze lippenbalsem gehaald van Knijp. Ik vond hem best wel cute eruit zien. En het was met kokosnoot. En ik hou van kokosnoot, jullie kennen mij. Dat ga ik even smeren. Hey, doe je wat?
Ja? Ik heb besloten ja? dat ik een nieuwe laptop wil halen. Ja? Ja? Ik besloot voor mezelf. Ja? Welke wil je dan? Gewoon een MacBook. Moet je het doen met je oude? Krijg ik die dan? Ja, of jij mag hem of ik ga hem verkopen ofzo. Wat denk je? Dat ik jou nog moet pakken of die van mij moet houden? Ik denk dat je die van mij moet pakken en die van jou weg moet. Ik vind alleen jouw scherm zo heel lelijk. Ja, hij is kapot. Maar kan je het niet vervangen? Want als ik met die scherm editen, dan wil ik het niet. Bij Apple heb je zeg maar zo'n verzekering dat ze je scherm gratis maken, omdat dat een fabrieksfout is. Ja, precies. Maar dan moet je er helemaal achteraan gaan, dus ik weet niet of ik daar zin in heb. Oké. Wat deed je dat vandaag doen? Wat wil je vandaag doen? Laptop houden. Als je dat wil, dan wil ik het best wel. Ja, goed wat jij wil, schat. Ik heb nog niet het gevoel dat ik het verdien, zeg maar. Nee, dan moet je het niet doen. Doei, doeg. Maar ik wil het wel. Stop hier, Ik wil even expres filmen. Om te kijken wat zijn reactie was op mijn lippen, want ik ben echt direct naar thuis. Het laatste is mijn make-up echt zo natural. En ik begin er echt een beetje aan te wennen, want... Ik ben toch wel de type persoon die echt een opgemaakt gezicht houdt. Maar niet zo overdreven, dat heb ik nooit echt gehad. Zeg maar echt oogschaduw. En dat heb ik nooit zo gehad. Of echt rode lippen. Of dat niet. Maar ik ben wel echt een beetje van het experimenteren. Dus de ene keer hou ik wel van een roze lipstick. En de andere keer wel van bruin en zo. En je hebt toch heel vaak vrouwen die eigenlijk altijd één lipstick op hebben. Of altijd één een lipgloss kopen. En nooit meer iets anders kopen. Ja, ik ben dat eigenlijk gewoon niet. Maar ik merk wel dat neutrals en natural dingen gewoon mij het beste staan. Gezien toen je me over de MacBook vertelde. Ik was heel aandachtig aan het luisteren, maar het boeide me geen fuck. Er was iets verkeerd aan je gezicht. Ik zag het gewoon. Ik was net Sophie aan het maken. Hij zegt, heb je je lippen gedaan? Hoe dan? Je hebt toch goede ogen? Maar hij vond het al heftig vandaag, maar ik heb echt zo weinig gedaan dat binnen een paar dagen bijna alles weg is. Ik had net zien beloofd dat ik het nooit meer zou doen. Maar je gaat echt niks zien. In het geval je afvraagt hoe ik eruit zag. Before nose job. En dat ik mijn lippen had gedaan. This was me. Ik vind het nog steeds cute hoor. I don't care. Ik had zulke goede haar. Niet normaal. Kijk, hier zie je het ook echt heel goed. Wat echt grappig is. Zeg maar de dingen die ik vroeger echt totaal niet mooi aan mezelf vond. Als ik nu naar deze foto kijk, vind ik het gewoon prachtig. Maar het komt denk ik ook een beetje met het ouder worden. Dat je gewoon, ja, gewoon veel meer van jezelf gaat houden. En deze kleur probeer ik dus nu terug te krijgen, die haarkleur. I really love it. Echt mooi. The old Mariama with the skinny legs. Where are the legs? Oké, guys. Ik ben een beetje aan het klaarmaken. Want Nesmi heeft dus net een berichtje gehad van Gucci. Want zijn bril was al voor de tweede keer kapot. En hij dus mag komen om een nieuwe uit te kiezen. Omdat hij dus al vaker kapot is gegaan. Dus daar gaan we nu naartoe. Super spannend. En we gaan waarschijnlijk een pokeball eten. Dat hebben we heel lang niet gehad. En we zijn weer gezond bezig. En ik ga even mijn nieuwe blush uitproberen van Kiko. Die ik gisteren heb gescoord in de sale. Met een nieuwe kwast ook van Kiko. Het is een beetje... oud roze, I think. Wij zijn inmiddels alweer in de stad. Wij gaan... Ik denk niet dat zijn, we willen rotten met die camera. Dat is normaal. Ja, wij zijn in de stad. We gaan lekker eten, even lunchen. En dan gaan we naar Bijenkorf. Waar gaan we eten dan? En daarna gaan we naar de Action. Dan gaan we mijn drankjes halen die ik gisteren heb ontdekt. Want ik heb een DM gekregen, zodat ze bij de Action te kopen zijn. Dus ik ga ze allemaal inslaan. Dat is een beetje de planning. And I love it. I love the weather. I can wear my pants again. Oh ja, Nesmi heeft toch wel de laptop besteld. Want hij vond dat hij het toch wel verdiende. Ja, verdiende het toch wel. Ja. Nou. Toch wel. Voor onze city. Oh, woe!
zo mooi tegenwoordig. Kijk, Allah, echt heel mooi. Heel. Oh, pas op, mevrouw. Oh, ze keek ook echt van, fuck ja, doe normaal. Waarom doe je dat met mij ernaast? Altijd denk ze dat ik zo een bitch ben naast jou. Wij hebben een parkeerplekje gevonden. Wat voor Mercedes is dat? Dit is een E-klasse. CLA, denk ik. Of een E-klasse inderdaad. Ik heb al. Ik zeg maar jij niet. Nou, Pokeball. Ik heb gekozen voor gemarineerde zalm, boontjes, komkommer, avocado en zeewier met heel veel gember. Nesma heeft ook gemarineerde zalm, alleen met mais erbij. Oh, een beetje moeilijk eten, hè? Waarom? Ja, alles peurt eruit. Als drinken, mijn favo. Pokeball was echt zo lekker na zo'n lange tijd. Ik heb het echt heel lang niet gehad. Nu zijn we weer bij Anchor. Oh, masker. Nou jongens, Nesma's nieuwe bril. Nou jongens, Nesma is geslaagd. Hij heeft niet alleen een zonnebril gehaald, maar ook een riem. En een portemonnee. Goed hoor. Kijk wat ik heb ontdekt in de supermarkt. Koolhydraatarme bollen. En daar ben ik heel blij mee, want wij gaan lekker hamburgers maken. Tenminste, we gaan burgers maken met kip. Daar hebben we echt heel veel zin in. Zo guys, inmiddels ben ik 90 Day Fiancé aan het kijken, want ik heb hem gemist deze week. Het is al maandag en vrijdag was er een nieuwe aflevering. En Nesim is inmiddels aan het koken. Wat ga je maken voor ons, Nes? Nes, we gaan kip voor ons maken. Lekker kipbroodjes. Dus daar heb ik zin in. Ik ga lekker mijn serie kijken terwijl Nesim kookt. Wat een leven. Kijk hem dan! Kijk hem dan! Wat ben je allemaal aan het doen? Uitsloven! Broodjes aan het maken. Lekker hoor! Oh, dat ziet er goed uit! Oh, Nini toch? Wat is dit? Dit is de Nesim Deluxe. Dat meen je niet! Wil je twee keer zo'n broodje of wil je de tweede zelf maken? Nee, doe maar! Lekker! Ja? Oh yes! Oh, this is the best day of my life! Zo gedaan. Dankjewel, hè? Alsjeblieft, hè? Het kipbroodje was echt heerlijk. We hebben echt ervan genoten. Ik ben nog steeds naar Dave Jansen aan het kijken. Ik heb even mijn badjas aangedaan. Die had ik een tijdje geleden gescoord van H&M. En die is van linnen. Dus hij is echt zo chill. En Nesim heeft het dus binnen nog steeds heel erg warm. En ik heb het best wel koud. Dus ik heb gewoon lekker een badjasje aangedaan. En ja, ik ga gewoon even lekker een avondje 90 Day Fiancé kijken. Want hierna komt, hoe heet het nou ook alweer? En tegenwoordig heb je gewoon twee afleveringen naar elkaar. Eén is gewoon de originele aflevering. En daarna gaan ze met z'n allen de serie bekijken en commentaar erop geven. En dat vind ik echt gewoon geweldig. Als jullie je afvragen hoe mijn been eruit ziet, net zo'n massage. Het wordt allemaal een beetje rood eerst. Ik krijg allemaal rode plekjes. En dan wordt het dus rustig aan helemaal blauw. Kijk mijn been. Allemaal blauwe plekken morgen. Zo, wat zal ik eten? Oké, ik mag eigenlijk helemaal niet zo laat eten. Wil ik even drinken, pak? Ik ga stuk. Nesim heeft tonijn in de koelkast gedaan. Hij doet echt letterlijk alles. Nesim, wat heb je tonijn in de koelkast gedaan? Ik ga voor een cola sherry. Echt zin in. Oh, mijn mobiel wil ik wel pakken. Kijk, deze deur is echt gewoon mijn lieveling in de avond. Wat je jezelf zo heel erg duidelijk ziet. Dus meestal doe ik dan muziekje aan. Gooi hier in de keuken en dan ga ik hier lopen dansen. En dan kan je een beetje jezelf zien. En dan heb ik hier... Ik wil je laten zien dat ik dus mezelf ook in deze ramen kan zien. Maar dat zien jullie helemaal niet. Ik heb mijn make-up eraf gehaald en even ingesmeerd. Ik moet weer even binnenkort mijn gezicht scrubben. Lippen was me opdoen. Die nieuwe die ik heb gekocht. Met kokos erin van Knijp. Ik weet niet wat ik ervan vind, want ik vind hem wel fijn, maar hij geeft zeg maar niet zo'n glosje. Dat vind ik ook altijd heel erg mooi bij lipbas, omdat je dan juist zeg maar zo'n glans op je lippen krijgt. Maar dit is eigenlijk wel weer handiger voor mannen.